Maar we kregen verontrustende berichten binnen van inwoners van Almelo uit de verschillende wijken. Hè? Want de gemeente is, denk ik, wegens bezuiniging, is de gemeente het zand uit de zandbakken aan het halen en daarvoor in de plaats houtsnippers te plaatsen. En ja, goed, die houtsnippers die zijn misschien wel mooi om te zien, maar die houtsnippers zijn toch echt een gevaar voor de kleine kinderen die erin spelen. De buurt op zich blijft mooi, maar goed, sinds wij de dikke woed hebben, is het echt niet leuk meer. De kinderen spelen niet meer in de zandbak. Eerder was dit een zandbak en kinderen beseren zich. Dus kinderen willen hier gewoon niet meer spelen. En, ja, moet je voorstellen, het is mooi weer en dan gaan de kinderen gauw die de schoenen uittrekken, de sandalen uittrekken en de sokken erbij. En dan komen ze van die glijbaan af, ja, en dan beseren ze de voeten. Wij kregen de laatste tijd steeds meer foto's doorgestuurd van voeten die echt bebloed waren, waar de splinters in zaten. Er zijn meerdere mensen van wie ik het heb gehoord die hetzelfde ervaren. We hebben ook een handtekeningactie gestart, meer dan 100 handtekeningen. Dus, en er was niemand die zei van dat dit moest blijven, iedereen was er zelf tegen. Want we hebben er eerst schriftelijke vragen over gesteld. Nou, we kregen dus antwoord dat die houtsnippers goedgekeurd zijn, dat mag. Maar ja, we zijn ter plaatse weer eens kijken. Volgens de wet mogen ze niet langer zijn dan 3 centimeter. Nou, er zijn er waarbij van 10, 12 centimeter, dus dat mag ook al niet. En de wethouder zegt dat ze niet gerecycled mogen worden, maar daar zit er gewoon verf op. Dus het zijn gewoon snippers die al eerder gebruikt zijn. Ik vind de reactie helemaal niet acceptabel. De gemeente geeft duidelijk aan niet met ons op één lijn te zitten. En ik gaf ook aan dat het ook gevaarlijk wordt. Want de kinderen die willen spelen in de zandbak. En die gaan nu de Broekenheide over, de grote weg hier. Dus dat we daar heel veel zorgen om hebben. Ja, daar had de gemeente niet zoveel mee. Dus we werden niet netjes behandeld. De wethouders zeggen, nou, volgens onze gegevens zijn die houtsnippers veilig. Ook voor kindervoetjes. Dus ja, waar praat je dan tegen? De bezuiniging is natuurlijk allemaal wel mooi, hè, voor de portemonnee van de gemeente Almelo. Maar als je dan ziet, die foto's die we binnenkrijgen, nou, ik vind het gewoon schandalig. Dat is zo met onze kinderen wordt opgegaan in de gemeente.